Welkom bij Koppensnellen van maandag 26 september. BN De Stem meldt dat de Brabantse treinreiziger volgend jaar de dure Vira wordt ingejaagd. Volgens Rikke Spithorst van de Maatschappij voor Betere OV gaat de normale Intercitytrein er doelbewust extra lang over doen, zodat meer Brabantse treinreizigers de snellere, maar ook duurdere Vira gaan nemen. Bij Omroep Brabant lezen we dat er zondagnacht brand heeft gewoed in twee woningen aan de Vincent van Goghlaan in Rosmalen. Er zijn gelukkig geen gewonden. De schade aan de woningen is aanzienlijk. Het Brabants Dagblad schrijft dat er veel kritiek is op het Tilburgse CDA-raadslid Joost van Huygenvoort, die zaterdag uit de fractie stapte. Hij gaat een eigen stroming beginnen omdat hij zich niet meer kan vinden in de huidige koers van het CDA. In de Nunesse dreigbrievenaffaire is er opnieuw een brief bezorgd bij één gezin. Dit bericht het Eindhovens Dagblad. Over de inhoud van de brief zijn geen mededelingen gedaan. Een hollebolle Gijs kennen we natuurlijk uit de Efteling in Kaatsheuvel. In de Volkskrant lezen we dat de Engelse steden Londen en Liverpool hollebolle Gijs in gaan zetten om zo hun straten schoon te houden. Op opvallende locaties komen de pratende vuilnisbakken te staan. En de Telegraaf meldt dat afgelopen zondagavond de 21-jarige voetballer Awana Diop om het leven is gekomen bij een ernstig auto-ongeluk. Diop verwierf afgelopen zomer roem vanwege zijn gewaagde strafschop in de interland tussen zijn Verenigde Arabische Emiraten tegen Libanon. Hij scoorde toen met zijn hak. Laten we nog even kijken naar die beelden die al wel 10 miljoen keer op YouTube zijn bekeken. هدف سادس إماراتي هدف سادس إماراتي بطريقة جميلة بطريقة غريبة بطريقة رائعة إذ يا بعوانة وضعها بهذه الصورة الحلوة 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 يعني فيها بعض الشيء ممكن نقول مبالغة لكن الكرة في الشباك استقرت لبنانية وقد سجل ذياب عوانة هدفا سادسا في هذه المباراة ضرب الجزاء كانت غريبة نفذها بطريقة غريبة بطريقة عجيبة شوف 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 ذياب وضح حتى حارس المرمى كان مستغرب في 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 لبنان المغنية الشهيرة صباح تغني يا دلع يا دلع الدلع على ذياب عوانة طلع الآن وعلى الإمارات طلع بهذا الهدف الملعوب بهذا الهدف الجميل بهذا الهدف اللي بالفعل كان غريب جدا. En dit was Koppensnellen voor vandaag. Nog een prettige dag verder.